hello. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. Hoe was het om weer in Ajax shirt te voetballen? Vertrouwd. Het is altijd leuk met die jongens weer en het gevoel komt weer terug. Al die jongens, ja, een beetje onder elkaar. Dat is gewoon heel leuk, jongens. Oh, dit is mooi, jongens. Dit is mooi wat ik nu zie. Hoe lang is het geleden dat je in Ajax shirt hebt gevoetbald? Ik denk toch wel een paar jaar geleden. Voor het laatst. Ik denk wedstrijd van de Sar in de arena, afscheid. Gebeurt niet zo vaak meer. Nee. Ik ben ook helemaal niet fit. Maar ik vond het gewoon leuk om mee te doen. Deze trip mee te maken voor het eerst in Hongkong. Waar het verschrikkelijk benauwd is. Het is verschrikkelijk benauwd. En dat heeft wel een bepaalde impact op je fysiek. Hoe was het om weer met Jari Liedmanen te spelen? Weer hetzelfde. Je kent elkaars spel, je kent elkaars kwaliteit en daar probeer je zeg maar, zo maximaal op te spelen. Wat vond je van Vincent Bogarde op het veld? Dat heb ik helemaal niet gezien. Nee, maar Winston was echt een hele goede voetballer in de blog. Toen bij Ajax had hij zeker waarde. En ik heb nog na 3 jaar bij Ajax met hem 1 seizoen bij Barcelona samengespeeld. Ja, die is nog steeds hetzelfde. Hij heeft nog steeds een hele lange warm-up nodig. In zijn spel, zijn bewegingen. Nee, is gewoon nog steeds een fantastische voetballer. Krachtig loopvermogen, echt een mentaliteit om dingen te winnen. Echt een goede jongen om in de ploeg te hebben. Maar nu natuurlijk na de carrière is daar op fysiek gebied iets veranderd. Wat vond je van jezelf? Ik heb heel lang niet meer gespeeld, niet fit. Nogmaals, voor mij was het gewoon een hele leuke ervaring om gewoon hier in Hongkong deed het nooit te spelen. En hopelijk misschien voor de volgende keer dat ik wel wat fitter ben. En dat ik sowieso veel meer ga spelen. En meer betekenis voor het team. Nee, ik weet het. Ja, kijk maar. Schrikkelijk. Tijd om te douchen.